Wat overheerst nu bij jou, Frans van Gesthuis? Is dat opluchting, blijdschap? Wat is het? Ja, dat is het derde momentje dat ik pers doe. Dat is de derde keer dat ik die vraag krijg. En ik ga de derde keer... Origineel? Nou ja, de derde keer zeggen blijdschap en ook opluchting. Allebei, zo simpel is het. Ja, super logisch dat ik de vraag stel, gezien ja, de voorgeschiedenis. Je wint wel. Vond je terecht de overwinning? Ja. Ja, als je kijkt naar de wedstrijd, en dat is misschien Nederlands, maar dan denk ik dat wij dominante ploeg waren. Eerste helft, we hebben niet veel kunnen creëren. Ja, je weet, Achilles speelt heel compact. Moet opletten voor de counters. Eigenlijk twee verschillende speelstijlen vind ik. Zij heel opportunistisch, met veel diepte in hun spel. En wij vallen meer vanuit het voetballende vermogen. En dat vond ik dat we de eerste helft een beetje overdreven. Vond de eindpaas wat slordig. Ja, ik vond het tactisch wel kloppen. Ik vond de instelling van de spelers wat dat betreft prima. Ja, je hebt altijd één of twee momentjes waarin je alert moet zijn. Ja, en die kleine momentjes die beslissen soms wel eens wedstrijden. En dan heb je het over een penalty. En ja, goed, gelukkig heeft dat nu niet, is dat nu niet beslissend geweest. Nee, want jij bracht Laas iets in. En die had volgens mij zoveel... Ja, hij wilde heel graag. Die bracht een bepaalde energie in de ploeg die net nodig was. Ja, ja goed. Ja, we hebben gewoon een hele brede selectie met heel veel kwaliteiten. En Boban heeft specifieke kwaliteiten. En een andere type speler dan Justin Mathieu op linksbuiten. Ja, goed, ik wist wel, had natuurlijk wel in mijn achterhoofd van wat gaan we doen als de tegenstander dit of dit gaat doen. Nou, dan brengen we Boban. Heel goed 1-op-1, heel explosief en doelgericht. Nou ja, een geweldig invalbeurt van hem. Ja, dan win je met 2-1, ziet de wereld er ineens helemaal anders uit, hè? Nou ja, goed. Vooral wat opluchting natuurlijk bij spelers. Hè. En uiteindelijk gaat het ook in het kopje zitten als je zo lang niet wint of staat waar je nu staat. Ja, goed. En dat is voor de jongens gewoon lekker dat je een overwinning pakt. En dat geeft ook een stukje vertrouwen. En het zagrijm dat er toch komt, dat ben ik ook een beetje kwijt, denk ik nu. Ja, 6 punten voor op Achilles. Natuurlijk, het seizoen is nog heel lang. Maar goed, die stress die er dan misschien is of niet is, is dan wel een beetje weg. Ja, weet je wat, ik heb ook van de week ook een beetje in de media gezegd. Dat klinkt misschien een beetje raar. Ja, oké, stel dat je die wedstrijd niet gewonnen, dan wordt het inderdaad gelijk. Alleen ja, we zitten op 1/3 van de competitie. Alleen dan zit je wel echt in die strijd. En nu hoop ik ook met Utrecht in het vooruitzicht, wat ook niet makkelijk is, dat je weer aan kan haken bij die ploegen daarboven. En dan krijg je ook wat vertrouwen. Er komt wat rustiger vaarwater om lekker te kunnen voetballen. Want ja, er zit toch, hoe het went of keert, een beetje spanning op van niet verliezen. En dan moet er gewoon uit. En dan kun je ook wat vrijer voetballen en dan komen onze kwaliteiten nog meer naar voren, weet ik zeker. Ook als ik de woorden van de voorzitter hoorde, van de directeur hoorde, van Peter Bijvelds, ja, het moest nu echt gebeuren. Geeft het voor jou ook persoonlijk nu wat rust, nu er is gewonnen? Ik weet niet, zou je aan onze directeur moeten vragen. Maar goed, ik zit al 30 jaar in de voetballerij. Ik weet ook wel hoe het werkt. Het enige wat ik kan doen, net een collega van jou ook gezegd, hetgene wat ik moet doen, hard werken. Ik moet in de spiegel kunnen kijken en zeggen, ik heb er alles aan gedaan. Nou, dat heb ik. En als mensen dan vinden dat iemand anders het beter kan, nou, dan moeten ze dat doen. Maar ik zie nog voldoende potentie in deze groep om door te groeien naar een plek waar we horen te staan. En nogmaals, de verwachting moet niet zijn dat we bij de eerste 10 of 12 eindigen, bij wijze van spreken. Maar ja, goed, ik vind ook niet dat we bij de laatste 3-4 horen. Dus we moeten gewoon vertrouwen krijgen. En dan krijg je door zo'n overwinning. Hopelijk kunnen we dat voortzetten tegen Utrecht. En dan ben ik van overtuigd dat we nog gaan stijgen. Twee keer tijdens de wedstrijd werd er om jouw ontslag geschreeuwd door zo'n 150 fans hier in Groesbeek. Als je dat hoort, glijdt dat van je af? Baal je daarvan? Wat doet het met je? Nou goed, dat is al een paar weken zo. En schijnbaar werkt dat zo. Ja goed, zeg al, het enige wat ik kan doen is hard werken en de dingen doen die ik moet doen. En in de spiegel kijken heb ik er alles aan gedaan. Ja, dat heb ik. En ik gaf dat een beetje als metafoor aan bij jullie collega's. Van tegen NAC in de 94e minuut komt Justin Mathieu en schampt hij een bal die erin gaat. Verlies je die wedstrijd. Ja, dan ben je ineens een hele slechte trainer. Als je daarvoor, als het 3-3 blijft, dan heb je een geweldig punt gepakt. Heb het goed gedaan tegen NAC. Ja, zo erg. Ik bedoel, het is leuker als mensen je naam roepen om een andere reden. Dus dat het niet leuk is, dat lijkt me wel duidelijk. Ja goed, ik kan er niks mee. Het enige wat ik kan is iedere dag mijn stinkende best doen. En, ja goed, en dan kan ik mezelf niks verwijten in ieder geval. Het kan een hele mooie periode worden. Volgende week tegen Jong Utrecht. Als je die wint, dan ziet de wereld er helemaal anders uit. Hè? Dat is ook weer het gekke van de voetballerij. Ja, opportunistisch zeggen ze wel eens. Hè? Ja, nee, ja goed, zo is het ook. Maar goed, laten we eerst even genieten van deze overwinning. En dat geeft wat meer vertrouwen naar Utrecht. Maar we moeten niet denken, Jong Utrecht, dat is appeltje-eitje. Want zo werkt het niet. Maar goed, we spelen thuis. Opening van het nieuwe stadion, om maar zo te zeggen. Dus we moeten wel proberen om die lijn door te zetten. Vertrouwen is nu in ieder geval wat groter.